Er zit een ter dood veroordeelde in afwachting van zijn straf in de cel in Engeland. En 's avonds om 11 uur wordt er op zijn cel geklopt. Want het was daar een nette zaak. Die gevangene zegt binnen... Is het de cipier? Hij zegt, ik kom namens de directeur. Hij zegt, morgenochtend om 7 uur word je opgehangen. Maar je mag nog een laatste wens doen van de directeur. Zo zegt die gevangene, dat is aardig van die kerel. Hij zegt, nou, ik zou graag de Chinese taal willen leren. Toen zegt die cipier, dat kan niet, dat duurt minstens 25 jaar. Morgenochtend word je opgehangen. Maar het was midden in de winter. Toen zegt die gevangene, hij zegt, geef me dan maar een paar beschuitjes met aardbeien met slagroom. Toen zegt die cipier, die komen van de zomerpas. Hij zegt, ik zou je een flesje cognac brengen en een paar pakjes sigaretten en dan moet je de nacht maar mee doorbrengen. En fijn, en gaat roken en hij drinkt een glaasje cognac en de nacht verstrijkt. 'S Morgens om 6:55 wordt er op zijn cel geklopt. Die gevangene zegt binnen. Is het de dominee? Hij zegt, ik kom in naam des heres. Toen zegt die gevangene, zo, dan mieter jij maar op, want morgen spreek ik met je baas. Hoe vinden jullie hem? En Fijn, die gaat ook weg, hè? 7:01 wordt er op zijn cel geklopt. Die gevangene zegt binnen, komen er twee van zulke beulen. En die zeggen tegen die gevangene, vooruit, tijd voor het schavot. Zo zegt die gevangene, hij zegt, de dag begint alweer goed. Leuk, hè? En Fijn, ze nemen die gevangenen mee door die gevangenis, komen ze buiten. En een noodweer en een regen. Lopen ze naar dat schavot. Toen schiet die gevangene ineens in de lach. Toen zegt die ene bul, hij zegt, waarom lach je zo? Hij zegt, nou, dat jullie dadelijk terug moeten in dat rondweer. Hij is nog niet afgelopen. En Fijn, ze komen bij het schavot. Maar dan moeten ze dat trappie op. Maar dat zit een beetje wankel in elkaar. Toen zegt die gevangene tegen die beulen. Hij zegt, jullie zetten wel eerst dat trappie in elkaar. Hè? Ja, stel je voor dat ik mijn nek breek. Leuk, hè? En Fijn. Het is nog niet afgelopen. En Fijn, hij boven op het schavot. Toen zegt die rechter, doet dat touw om zijn nek. En Fijn, ze doen dat touw om zijn nek. Kijkt die gevangene ineens in het publiek. Ziet hij ineens een vrouw staan. Hij zegt, dag Marie, dag Marie. Hij zegt, nou is er eens een keer wat te beleven. Laat je de kinderen thuis. Er ligt een dame op de onderzoekstafel bij de gynaecoloog. Keurig ontkleed, benen in de beugels. Ik denk dat velen van u wel zullen weten hoe dat gaat. De gynaecoloog begint zijn onderzoek. Hij brengt zijn hand in en op dat moment gaat de telefoon. Hij denkt, shit, wat moet ik nou, joh? Hij zegt, sorry mevrouw, neemt die telefoon op. Hij zegt, hey Jan, ja leuk, leuk dat jij even belt. Ja, lang niet gezien. Potverdor, hey, je belt heel erg ongelegen. Ja, nee, we kunnen echt niet verder praten. Als we nou eens afspreken dat jij vanavond bij mij langskomt. Ja, joh, dat lijkt me een veel beter plan. Zie ik je vanavond. Jij weet toch wel dat ik verhuisd ben, hè? Niet. Ja, waar ik eerst woonde, daar rij je gewoon langs. Ja, en dan ga je rechtdoor. Ja. En aan het einde van de straat ga je naar links. Ja. En dan kom je bij een rotonde. Ja, precies. En op die rotonde ga je rechtsaf. Oké. Okay. Als je dan over het spoor heen gaat, ga je gelijk beneden aan het spoor, rechtsaf, het spoor weer onderdoor. En dan de tweede straat links, het derde huis aan de rechterkant, nummer 22. Hey, uurtje of 8 zie ik je vanavond. Hoei, legt hij die haak neer, zegt die dame die daar ligt. Oh, dokter, ik wou dat u nog één straat verder woonde. Nee,
want ik zei dat hij is altijd wat. Van de week kwam ik hem tegen, daar had hij weer de fluiterziekte opgelopen. Ik moest steeds zo fluiten als hij praatte. Hè. Ik zei, dat is geen gehoor, dan moet je me naar een psychiater. Waarheen, zegt hij. Ik zeg, naar een psychiater. Waar zit die man? Ik zeg, in Amsterdam zijn een hele goeie. Gok erheen, zegt hij. Hij gaat naar Amsterdam, belt er bij de dokter aan. Doet de zuster de deur op. Meneer, wat is u van de dienst, hè? Ja, ik moest steeds zo fluiten, zei hij. Hè. Komt er maar in, zei de zuster. Dank je wel, zei hij. Alsjeblieft, zei de zuster. Ga daar maar zitten, zei ze. Wow. Daar, zei de zuster. Dank je wel. Alsjeblieft, zei de zuster. Afijn, de zuster gaat weg, die komt er een half uur terug. Komt u maar. Nou wat? Ja, zei de zuster. Afijn, die twee mee naar de dokter, toen zei de zuster. Dokter, de patiënt, hè? Tja, tja, meneer, zei hij, wat heb u dan? Ja, ik moet steeds zo fluiten, zei hij. Tja, tja, heu je dat, zuster? Ja, dokter. Hij zei, tja, ja, een zeer ernstig geval. Elke dag, tja, tja, twee pillen. Twee, zegt hij. Pff, ja, zei de zuster. Afijn, de zuster houdt de pillen. Alsjeblieft, meneer. Dank je wel, zuster. Hij neemt afscheid. Dus, dag, dokter. Tja, tja, meneer. Dag, zuster. Patiënt, hè. Van de week kwam ik hem tegen. Ik zeg, hé, hoe is het gegaan met de psychiater? Pff, tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Oh, de pardon. Een man uit Haarlem is aan het stappen in Amsterdam. En op een gegeven moment, hij kijkt op zijn horloge en denkt, ik moet weg, want anders mis ik de laatste trein. Hij gaat naar het station en, hij was er al bang voor, de laatste trein weg. Hij loopt naar de taxichauffeur die er staat. Hij zegt, meneer, wat kost het om me naar Haarlem te brengen? Die chauffeur die zegt, dat kost u 100 gulden. Hij zegt, ik heb nog 85 gulden bij me, kunt u me misschien even matsen? Nee, zegt de chauffeur, begin ik niet aan. 100 gulden is 100 gulden. Dus hij moet wachten tot de volgende dag. 3 weken later loopt hij in Amsterdam, ziet hij die chauffeur weer staan. Met 2 andere taxis ervoor. Hij gaat naar de eerste taxichauffeur. Hij zegt, meneer, wat kost het naar Haarlem? Die chauffeur zegt 100 gulden. Hij zegt, dat is goed. En dan geef ik 200 gulden extra. Maar dan wil ik onderweg nog wel een beetje lekker met u vrijen. Nou, die taxichauffeur die kijkt, maar hij zegt, wegwezen hier, viezerik. Hij gaat naar de tweede chauffeur, hetzelfde verhaal. Hij draait zijn raampje op. Hij zegt, meneer, wat kost het om me naar Haarlem te brengen? Dat kost 100 gulden. Hij zegt, dat is goed. En dan geef ik 200 piek extra. En dan wil ik een beetje lekker met u vrijen onderweg. Nou, die vent draait, wegwezen, viezerik. Dan komt hij bij de chauffeur die hem toen liet staan. Hij zegt, meneer, nog steeds 100 gulden naar Haarlem? Ja, zegt hij, hij is goed, breng me even weg. Onder 1 voorwaarde, wel even zwaaien en toeteren naar je collega's. Een paar weken later komt Bram Saar tegen. Die zegt, Bram, het is toch verschrikkelijk, Saar. Moos overleden, hoe sla je je er doorheen? Nou, zegt Saar, hij heeft toch nog 3 envelopjes achtergelaten. Oh ja, zegt Bram. Ja, zegt Saar. Ik maak de eerste envelop open en er staat in. Nou, ik hoef me de eerste 10 jaar niet geen zorgen te maken. Zo, zegt Bram, dat is lekker. En de tweede envelop? Nou, de begrafenis heeft hij ook voor me betaald. En de derde envelop? Ze zegt, ja, ik maak hem open, er zit een heleboel geld in. Oh ja, zegt Bram. Ja, zegt ze, voor een steen. En heb je die gekocht, zegt Bram. Ja, zegt Saar, hoe vind je hem? Komt een ventje de drogist binnen? Zo'n ventje. Loopt naar die balie, pet op met zo'n klep, je kent het wel. Zal die drogist zeggen, maar knul? Hij zegt, heb je voor mij een pakje condooms? Vindt u kijk? Hij zegt, ja, tuurlijk heb ik voor jou een pakje condooms. Hij geeft hem die condooms, het ventje betaalt. Hij zegt, joh, mag ik eens vragen hoe oud jij bent? Hij zegt, ja. Hij zegt, ik ben 12. Ga jij dan met die condooms doen? Hij zegt, nou... Ik ga vandaag voor het eerst op visite bij mijn vriendinnetje. Dan word ik voorgesteld aan die ouders. Mag ik mee eten? En na het eten moeten die ouders weg. En dan zijn we samen. Dus ik denk, kijk, ze me beter bij me hebben. Zegt die drogist, joh, vind ik een heel goed plan van jou. Hartstikke verstandig. Ik hoop dat jij een hele leuke avond hebt. Hij zegt, nou, ik hoop het ook. En hij gaat weg. Zit hij s'avonds bij zijn vriendinnetje binnen. Hartstikke stil, verlegen, trekt die klep helemaal over zijn neus. Kijkt niet, zegt geen boe of geen ba, bemoeit zich nergens mee. Tijdens het eten kijkt hij alleen maar naar zijn bordje. Verder zegt hij helemaal niks. Uiteindelijk gaan die ouders de deur uit. En de meisje was behoorlijk natuurlijk boos, hè, over de zeiken. Dus ze zegt tegen hem, potverdorie zeg. Jij had me wel eens mogen vertellen dat jij zo verschrikkelijk verlegen bent. Hij zegt, ja, en jij had mij wel eens mogen vertellen dat jouw vader drogist is. De paus komt op bezoek in Amerika. Hij landt op het vliegveld. Duizenden mensen. Elvis, Elvis. Hij zegt, ik ben de paus. Ik ben Elvis niet, hè. Loopt naar zijn wagen, stapt in zijn wagen, rijdt door de straat heen. Duizenden mensen, mannen met vetkuiven, vrouwen met petticoats. Elvis, Elvis.
Hij zegt, ik ben de paus, hè. Ik ben Elvis niet, hè. Rup hij naar zijn hotel toe, loopt de trap op, de portier. Elvis, mag ik een handtekening? Hij zegt, ga toch weg, ik ben de paus, ik ben Elvis niet. Dus hij is helemaal doodmoe geworden, kruipt die trap op naar zijn hotelkamer, doet de deur achter zich dicht, liggen de twee beeldschone dames op bed. Elvis, pak ons dan. Well, it's one for the money, two for the show. Boer en de boerin, die liggen samen in bed. Die boer op een gegeven moment, die krijgt wat de kriebels. Die begint met die vrouw over zijn vluchtheuvel te strelen. Hij zegt, als hier nou eens melk uitkwam, hè, dan kon hem er één koe wegdoen. Die vrouw reageert niet. Hij streelt die andere borst. Hij zegt, als hier nou ook eens melk uitkwam, dan konden we nog een koe wegdoen. Waarop zij zegt, als het geval van jou nog iets langer geweest was, dan hadden we de knecht ook weg kunnen doen. In het programma Over Seks Gesproken, gepresenteerd door Goederen Liekens, stelt ze een publieksvraag. Goedenavond, dames en heren. Is daar iemand toevallig in de zaal die weet wie er van de mannelijke bevolking op de aardbol de dikste penis heeft? Staat er een vent op. Hij zegt, ja, hij zegt, dat weet ik. Hij zegt, dat zijn Indianen. Ah, wel meneer, dat is juist, hè. Hij zegt, is er dan ook iemand anders in de zaal die weet wie er van de mannelijke bevolking op de aardbol de langste penis heeft? Hij zegt, ja, dat weet ik ook. Hij zegt, dat zijn de Friezen. Ah, wel meneer, juist, dat is twee keer akkoord, hè. Hij zegt, wie zijn het, twijfjes? Hij zegt, nou, ik zal me even voorstellen. Hij zegt, mijn naam is Winnie Toezipke, maar...